Dames en heren, het is 15:15 geweest. Wij heten een ieder weer van harte welkom. En ik geef graag de minister de gelegenheid om het woord te voeren. Alvorens ik dat doe, overigens moet ik met het schaamrood op mijn kaken nog iets een ernstige omissie herstellen. Als spreker was mij gevraagd om ook namens BBB in te spreken. En ik heb dat vergeten te noemen. Kunnen jullie me dat vergeven? Maar dan in ieder geval hebben jullie het nu gehoord. En ik geef graag de minister de gelegenheid. En mijn voorstel is, gelet op de beschikbare tijd, twee vragen, Max. En dan kunnen we misschien, als ik weet niet hoe compact de beantwoording kan zijn, het is een beperkt aantal mapjes, zie ik wel. Dan kunnen we misschien nog een hele korte tweede termijn even doen. Dan kunt u nog eventjes datgene wat u echt op uw lever hebt even kwijt. Het woord is aan de minister. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat de beantwoording kort kan zijn, want het gaat natuurlijk wel ergens over. Dus wat dat betreft moeten we het ook niet te snel afdoen. Ik wil alle Kamerleden bedanken voor hun inbreng en hun vragen waar ik zo op terugkom. Het is wel duidelijk dat het dossier gewasbescherming een dossier is waar zorgen en uitdagingen liggen. Zorgen over de effecten van middelen op mens, dier en milieu. Maar ook zorgen om de gereedschapkist van de telers die steeds leger dreigt te worden. Terwijl de uitdaging om ziekten, plagen en onkruiden te bestrijden wel blijft. De uitdaging is om onze gewassen in de toekomst te kunnen beschermen op een veel duurzamere manier. En dat moet snel, want alle seinen wijzen erop. Gewasbescherming kan en moet anders. Meer inzet op niet-chemische maatregelen en laag risicomiddelen. En onze ambities zijn, zoals je weet, groot voor de verdere verduurzaming van de gewasbescherming. Zowel in Europa als bij het kabinet, maar ook bij deze nog een beetje nieuwe minister. En ik kan u zeggen dat in de contacten ik deze ambitie ook duidelijk proef bij onze boeren en tuinders. En de grote opgaven voor gewasbescherming vragen om nog meer urgentie. En die urgentie die voel ik ook. En daarom, agrarische ondernemers moeten geïntegreerde gewasbescherming toepassen. En dat begint met het nemen van preventieve maatregelen om plagen, ziekten en onkruiden te voorkomen. Vervolgens niet-chemische maatregelen zoals het uitzetten van natuurlijke vijanden. En als laatste redmiddelen toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Als laatste redmiddel. Maar het hoort er wel bij. Ik stel tussendoelen op voor geïntegreerde wasbescherming. Gewasbescherming, weerbare planten en teeltsystemen en verbinden land en natuurbouw, land en tuinbouw met natuur. Met een stimuleringsregeling voor innovatie en investeringen in bijvoorbeeld precisielandbouw, kom ik al voorbij, ben ik aan de slag. Het streven is om deze regeling in het voorjaar 2023 open te stellen. Tevens werk ik aan het loskoppelen van verkoop en advies. Ook niet onbelangrijk. En hoe ik dat ga bereiken, dat zal ik u in december doen toekomen. En ik heb uw Kamer recent geïnformeerd over de wijze waarop LNV en INW gezamenlijk gaan zorgen dat de doelen van de kaderrichtlijn water in 2027 voor gewasbeschermingsmiddelen worden gerealiseerd. Voorzitter, ik kom bij de beantwoording van de vragen. Ik heb hier voor vier blokjes wat mij betreft. Het eerste gaat over glyfosaat. Het tweede over de verordening. Dan algemeen beleid, alternatieve middelen. En dan heb ik nog een blokje overig. Goed. Glyfosaat. Ik ben mij zeer bewust van de discussie die speelt rond glyfosaat. En het gebruik van glyfosaathoudende middelen. En naar aanleiding van de moties van het lid Thierry Groot heeft het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bepaalde voorvelds vooroogstse toepassingen van glyfosaathoudende middelen verboden. Kalenderspuiten is niet aan de orde. Die was ook een onderdeel van uw motie. Blijft dus over het resetten van grasland.
overigens ook de vanggewassen. En ik deel de conclusie van dokter Sebesta dat zowel de Europese als nationale wet en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen voorziet in een mogelijkheid om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde situaties te verbieden. Maar om een dergelijk verbod daadwerkelijk te kunnen realiseren is het ook volgens dokter Sebesta noodzakelijk dat zo'n verbod voldoende wetenschappelijk is onderbouwd en een verbod ook noodzakelijk, geschikt en evenredig is. En die beoordeling is in Nederland belegd bij het onafhankelijke CTGB. En er zijn volgens het CTGB op dit moment geen nieuwe wetenschappelijke inzichten om toepassingen te verbieden van glyfosaathoudende middelen om grasland, groenbemesters en vanggewassen dood te spuiten. Maar wat mij betreft blijft het daar niet bij. Spannend, hè? Het valt mij op dat het ene Kamerlid misschien de brief wat nauwgezetter leest dan het andere Kamerlid. Want de heer De Groot heeft bij zijn termijn aangegeven dat hij in de brief las dat het toepassen van glyfosaat bij het grasland resetten en bij vanggewassen door deze minister, dat ik daarmee aan de slag ga. Dat is ook zo. Natuurlijk, het gaat om geïntegreerde gewasbescherming. En dat betekent dat we glyfosaat in de geïntegreerde gewasbescherming nog steeds een plek krijgt als, in die keten, vanuit die ik net noemde ook, uiteindelijk wel als middel om toe te passen bij bijvoorbeeld onkruid. Harde onkruid. Als het zo is dat het ook bij de toepassing van grasland reset en vanggewassen, ben ik van mening dat er alternatieven zijn die goed kunnen worden toegepast. In dit geval gaat het wat mij betreft om mechanische alternatieven. En ik ben erover met de sector inmiddels in gesprek om te komen tot de toepassing van deze mechanische alternatieven voor grasreset en vanggewassen. En dat zou betekenen dat we de komende periode met de sector gaan werken aan een overgang naar de mechanische technieken in plaats van glyfosaat bij grasreset en bij vanggewassen. Ik wil de sector ruimte geven om en de tijd geven om die overgang mee te kunnen maken, zeg maar. En ik wil ook dat ik die overgang financieel ook ondersteun. Want dit kost investeringen voor de agrariërs. En ik vind het terecht dat we dan ook ervoor zorgen dat daar een goede financiële regeling voor komt, waarin de overgang van glyfosaat naar mechanische behandeling, dat we dat op een goede manier kunnen waarmaken voor de boeren. Dat leidt tot een vraag van de heer Boswijk. Ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had het in mijn bijdrage inderdaad ook van, boeren willen wel, maar soms kunnen ze niet, omdat ze in een bepaald systeem zitten. En collega Van Kampen refereerde ook al dat ze het niet voor de lol gebruiken. Dus het is goed dat de minister daar oog voor heeft. Maar wat is dan de termijn waarover wordt gedacht dat die overgang moet worden gemaakt? De minister. Ik wil me hier nog niet helemaal vastpinnen op het termijn. Het zou bijvoorbeeld ergens 1 januari 25 kunnen zijn. Ik weet het nog even niet, want dat wil ik ook even met de sector goed doorspreken. Dus ik ga nu met de sector in gesprek om dit, wat mij betreft, onomkeerbare proces in gang te zetten. Laat dat helder zijn. Maar ik wil ook met de sector komen tot een goede overgangsregeling waar de sector ook zelf mee vooruit kan. En daar heb ik dus nog geen exacte datum van overgang. Maar dat is een soort termijn van een paar jaar, zeg maar, waarin we die overgang gaan laten plaatsvinden. Maar ik wil dat graag met de sector doen. Ik heb aangegeven in het begin van mijn start als minister dat ik graag met de sector samenwerk. En dit vind ik ook een vorm van samenwerking om te komen tot goede oplossingen. En voordat u verder gaat, de heer Van Kampen, nog een vraag. Ja, voorzitter, want het is op zich mooi wat de minister hier zegt. Want aan de ene kant zegt hij, de stof blijft
behoren tot de gereedschapskist van boeren. Maar we gaan de transitie maken naar mechanica en daarin laten we boeren niet in de kou staan. En er komt ook een regeling om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen doen. Dat is die beweging naar die geïntegreerde gewasbescherming. Maar voorzitter, als het dan gaat over per wanneer ga je dat doen, ja, dan zegt, hoor ik de minister zeggen 2025. En dan zou ik toch willen zeggen, pas op, we hebben een uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Laat het daar dan in meelopen, zou ik zeggen. Want voorzitter, alle beleid hebben we daarin vastgeklonken, geborgd. Pak gewoon dat pad wat we met elkaar hebben vastgelegd. Dan weet iedereen waar we het over hebben. En dan klinkt hij het vast mooi in het programma wat er al ligt. Hoe denkt de minister daarover? De minister. Daar denkt de minister iets anders over. Omdat wij in overleg zijn met de sector om te komen tot deze transitie. En ik ben ervan overtuigd dat we, als we daar ook een goede ondersteuning bij geven, dat vind ik wel van wezenlijk belang, wat ik ook net zei, ben ik ervan overtuigd dat we samen met de sector komen tot een eerdere transitie dan 2030 die u noemt. Ik snap dat u het noemt omdat het gekoppeld is aan het uitvoeringsprogramma wat 10 jaar loopt. Alleen in dit geval denk ik dat we met de sector echt wel kunnen komen tot een eerdere transitie. En dat is me eerder in een aantal jaren dan in de 8, 9 jaar of 7 jaar die u beschrijft. Dus dat kan wat mij betreft sneller. De minister vervolgt de beantwoording. Ja. En dan zal er dus ook een moment komen waarin we, en dat gaan we onderzoeken in dit traject samen met de sector, waarin op het moment dat die omschakeling plaatsvindt, dat we dan ook verplichten om de andere toepassing te gaan gebruiken. Maar dat is dan wel op het moment dat ook de agrarische sector de omschakeling heeft meegemaakt en wij daar ook een goede ondersteuning bij hebben gegeven. Een vraag van de heer De Groot. Ja, voorzitter. Nou, dan ben ik blij dat ik de brief toch het lichtpuntje goed heb geïnterpreteerd. En heel fijn dat de minister hiermee aan de slag gaat. En het helpt natuurlijk ook wel als we een deadline meegeven als Kamer. Want dan kun je zeggen, nou, we gaan het erover hebben. De sector, ik weet, de akkerbouwsector is zelf heel progressief op dit vlak. Misschien de zuivel iets minder. Dan helpt het misschien ook wel om een deadline mee te geven. Want de minister heeft immers ook de mogelijkheid om het zelf te reguleren. Maar het is natuurlijk de voorkeur om het door de sector zelf te laten doen. Hoe kijkt de minister daar tegenaan? Sir. Ik heb zowel met de agrarische, met akkerbouw als met de zuivel contacten gehad. En ten aanzien van beide sectoren ben ik ervan overtuigd dat wij op korte termijn kunnen komen tot goede afspraken. U kunt een deadline opzetten, dat kan natuurlijk altijd. Maar geef je nou deze minister het vertrouwen dat hij het op goede manier en ook snel genoeg gaat regelen met de sector. Laat dat ook een beetje de nieuwe manier van samenwerken zijn tussen de overheid en de sector. Maar dat we het gaan regelen, dat is evident. De tweede vraag van de heer De Groot. Ja, voorzitter. Wil deze minister zeker dat vertrouwen ook geven? Maar ik zal er ook nog even over nadenken om hem een beetje een steuntje in de rug te geven. Dat praat toch altijd wat makkelijker. Nou, zulke warme gevoelens, de minister? Nou, u kunt dat... nogmaals, het staat u vrij om te doen wat u wilt. Maar u ziet in de brief en nu in de teksten die ik uitspreek dat deze minister zelf met het initiatief gekomen is om deze maatregel te nemen. Dan zal het wel raar zijn als deze minister vervolgens gaat vertragen om die maatregel door te voeren. Dus wat dat betreft heb ik op dit dossier geen stok achter de deur nodig. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, niet nodig. Ja, dit is... Laatste interruptie. Nee, we hebben 2 interrupties, hè? Helaas. De minister vervolgt zijn betoog. Dan gaat het over de stemming. Dan denk ik ook even aan de vraag van mevrouw Vestering die over de stemming gaat. En volgens mij heeft, even kijken, meneer De Groot daar ook nog vragen over gesteld. Goed. Zoals je weet heeft de Europese Commissie een voorstel het licht doorzien om de glyfosaat toelating met een jaar te verlengen. Wij hebben daar in de afgelopen periode voor gestemd. Dat doen we omdat het CTGB ook zegt dat er op dit moment geen wetenschappelijke gronden zijn om die verlenging niet te gaan doen. En er is even gesproken over het CTGB. Ik heb vertrouwen in het CTGB, voluit. Ik heb vertrouwen in de wetenschappelijke onderzoeken die het CTGB gebruikt om de keuzes te maken en te toetsen.
Wij hebben al in een eerder stadium bij de verlenging bij de Europese Commissie daarop aangedrongen. En dan kom ik toch wel even een beetje tegemoet aan alle andere rapporten die er liggen. Om de herbeoordeling van glyfosaat zo snel mogelijk te gaan doen. En daarbij ook alle wetenschappelijke publicaties die er zijn te betrekken. Breder dan tot nu toe. Maar dan laat ik ook weer het oordeel aan het CTGB. En dat ga ik niet zelf doen. Ik ben zelf geen wetenschapper. Ik moet niet op de stoel van de wetenschap gaan zitten. Laten we alsjeblieft dat ook laten bij de wetenschapper zelf en bij de instituties die we daarvoor voor hebben. En laten we daar ook vertrouwen in hebben dat die er op een goede manier mee omgaan. Maar nogmaals, versnellen en verbreden van de scope, zeg maar, van wetenschappelijke rapporten en onderzoeken die er liggen. Dat ten aanzien van de verlenging van de goedkeuring. Vraag van mevrouw Vestering. Ja, voorzitter. Er ligt natuurlijk al genoeg wetenschappelijk bewijs die aangeeft dat we natuurlijk moeten stoppen met glyfosaat. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Slovenië, Kroatië en Malta tegen hebben gestemd of wel een stem hebben onthouden in de stemming vorige week. Dus mijn vraag aan de minister is dan ook, op welke grond denkt de minister dat deze landen een tegenstem hebben ingediend? Is dat dan ook op basis van gut feeling of zouden die landen misschien hun stem wel baseren op wetenschappelijk bewijs? De minister. Daar liggen bij die landen verschillende redenen aan te grondslag. En het voelt op dit moment te ver om dat te bespreken, maar ik wil u wel wat anders zeggen. Deze landen die onthouden zich van stemmen. Op dit moment is het voorstemmen is gestokt op 64,8%, meen ik in mijn hoofd. Op het moment dat deze landen zich onthouden, dan hebben we nog niet een tegenstem. Dan is het niet zo dat daarmee ook het voorstel van de Europese Commissie is verworpen, maar de Europese Commissie krijgt daar ruimte om haar eigen keuze te maken. En die zal dat doen. Waarom stemmen wij dan toch voor, juist vanwege ik net zei, want we hebben bij de eerdere stemmingen een stemverklaring afgegeven waarin we hebben gezegd die versnelling en die verbreding. En natuurlijk, op het moment dat het weer in stemming komt, zullen wij dat hem weer opnieuw inbrengen om de juiste druk op die versnelling en die verbreding te houden. Op het moment dat wij ons onthouden van stemmen, dan hebben wij geen mogelijkheden meer om via een stemverklaring die twee punten onder de aandacht te brengen. En ik vind het buitengewoon belangrijk dat we die punten wel onder de aandacht brengen van de Europese Commissie. En dat is de reden dat we gaan voorstemmen, wat mij betreft. De minister vervolgt zijn beantwoording. Dank u wel. Vraag van de heer Boswijk. Voorzitter. Ik schakel zomaar door naar de verordening met uw welnemen. Oké. Dan wordt in de verordening geen onderscheid in verschillende teeltsystemen gemaakt. En is het mogelijk om dat te doen? Jazeker is het mogelijk om dat te doen. Je kunt er in de nieuwe verordening rekening houden met verschillende teeltsystemen. Dus, en daar wordt ook rekening mee gehouden. Dan een andere vraag van u, heer Boswijk, de laagrisicomiddelen en de belemmeringen. Zijn er nog middelen in de EU of Nederland die de toelating van de laagrisicomiddelen vertraagt? We zetten ons volop in, en ik ook als minister zet me in Europa volop in, voor het verbeteren van de Europese goedkeurings- en toelatingseisen voor laagrisicomiddelen. Want we vinden dat belangrijk. In de motie van Kampen is onder andere gevraagd om een knelpuntenanalyse bij het CTGB over de nieuwe stoffen en middelen. En die motie gaan we vanzelfsprekend uitvoeren. Dus die analyse die komt. En ik ga u daar natuurlijk over informeren. En ik verwacht dat zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval in het voorjaar van 2023 te gaan doen. Dan welke andere indicatoren, ook een vraag van de heer Boswijk, welke andere indicatoren en milieu zijn betrokken bij de weegfactoren? De geharmoniseerde risico-indicator die de EU heeft vastgesteld, deelt de gewasbeschermingsmiddelen in vier groepen. En elke groep heeft een aparte wegingsfactor gekregen. En natuurlijk spelen naast milieuaspecten ook gezondheidsaspecten een rol bij de indeling in die groepen. En
We hebben wel gezegd, en dat is ook mede op uw verzoek, dat wij wel een verfijning op dat systeem willen hebben, zeg maar. Nou, en we gaan kijken wat daar natuurlijk straks in de nieuwe verordening komt. Maar die vraag die is overgebracht bij de bespreking van de nieuwe verordening. Dan de heer Grinwis. Wil de minister inzetten op impact? In plaats van... Een vraag van de heer Boswijk. Gaat u gang. Ja, zou de minister ons daar wel iets actiever op de hoogte over kunnen houden, over een tijdspad en wat misschien wat proactiever ook over kunnen informeren? Want dat komt uiteindelijk wel vrij nauw. En wij zijn ook wel vrij nieuwsgierig als CDA zijn op dit proces en uiteindelijk de inzet ook. De minister. U bent niet het enige Kamerlid dat nieuwsgierig is, meneer Boswijk. De meeste Kamerleden zijn nieuwsgierig, heb ik gemerkt. Brede belangstelling heet zoiets. Ik ben bereid om u daarover te informeren op gezette tijden wanneer er weer ontwikkelingen zijn. De minister vervolgt de beantwoording. Dan de vraag van de heer Grinwis. Wil de minister inzetten op impact in plaats van kilo's in het kader van duurzaam gebruik? En ik heb met in lijn overigens met de door uw Kamer aangenomen motie, heb ik al gepleit in het overleg om over het voorstel voor meer aandacht voor risico's in de berekening van indicatoren. En dat zal ik met nadruk blijven doen. Dan de inzet op het verminderen van soorten gewasbeschermingsmiddelen. Had u nog een vraag over? Bijvoorbeeld in plaats van hoeveelheid gebruik. Hè? Hoe kijkt de minister hier tegenaan? Ik vind allebei nodig. Het is belangrijk om vooral in te zetten op vermindering van gewasbeschermingsmiddelen die de grootste risico's vormen. Maar daarnaast is het van belang dat de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen in zijn algemeenheid afneemt. En dat is ook wat met de uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming juist wordt beoogd. Die twee sporen zitten daar nadrukkelijk in. Dat was wat mij betreft de verordening, voorzitter. Dan gaan we naar wat algemene vragen. Dat gaat over het algemene beleid, alternatieve middelen. Ik heb al iets gezegd, meneer Boswijk, over het vertrouwen in het CTGB. Hoef ik denk ik niet meer op in te gaan. Moment, de heer Grinwis heeft toch nog een vraag. Ja, dank voorzitter en dank aan de minister. Helder antwoorden. Ik weet niet of die vraag bij de verordening hoort, maar ik had ook nog gevraagd om zijn inzet voor een Europees gelijk speelveld. Want dan worden neonicotinoïden verboden om moverende redenen. Tegelijkertijd zijn dat dan wel uitdagingen voor onze bietentelers. En in andere landen gaan ze er gewoon mee door, want daar wordt het nog even toegestaan. Zo'n ontheffing, dat moet toch niet mogelijk zijn? De minister. Ja, het is... ik kan u zeggen, ik betreur het dat er zo'n ongelijk speelveld ontstaat. Dat is niet goed. Dat spreekt voor zich. Alleen het verlenen van vrijstellingen is een nationale bevoegdheid. En daardoor kan zo'n ongelijk speelveld ontstaan. En u begrijpt... als ik het betreur dat ik me ook in Europa inzet om dat te voorkomen en om dat speelveld gelijk te trekken en om die uitzonderingsmogelijkheden om die verder te beperken. Ja, de minister vervolgt de beantwoording. Dan de vraag van de heer Boswijk of ik ook bij alternatieven of er ook nagedacht wordt over het wegnemen van financiële en juridische belemmeringen. Ik zou zeggen, natuurlijk, zeker. We proberen bijvoorbeeld de toelating van laag risicomiddelen in de Europese Unie om die te vereenvoudigen, vanzelfsprekend. En ik ben ook bereid om te kijken naar financiële stimulering voor deze middelen. Dat gaat natuurlijk naar de boer, maar dat gaat ook via extra menskracht bij de toelatende autoriteiten. Maar dat is ook een hele belangrijke, weten we inmiddels. Strenge voorzitter, hè? Absoluut. Zo is het. Dan de laag risicomiddelen en doelen van 2030. U vraagt wanneer is de verwachting dat er meer laag risicomiddelen beschikbaar komen. Komen die op tijd om het doel van 50% minder gebruik te halen? Ik moet zeggen dat het aantal laag risicomiddelen gestaag stijgt. Wij verwachten dan ook dat daardoor de toelating van het aantal laagrisicomiddelen ook gestaag zal meestijgen. Maar om de ambities van 2030 te kunnen halen is wel meer nodig. En
Daarom zet ik me naast die laagrisicomiddelen ook in op de transitie naar weerbare teeltsystemen, waarin minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nodig is. De versnelde procedure van het CTGB bij de aanvraag laagrisicomiddelen. De CTGB heeft de versnelde procedure inmiddels ontwikkeld. Deze wordt op dit moment geïmplementeerd en de eerste resultaten zullen in 2023 beschikbaar komen als hier voor aanvragen worden ingediend voor deze versnelde toelating. Die heb ik al gehad. Ja, het zwalkend beleid stelde hier vragen over. Remkes legt daar ook terecht de vinger neer. Dat geldt overigens niet alleen bij gewasbescherming. Dat geldt wel bij meer zaken in de landbouw. U weet dat ik er ook op uit ben om met de landbouw te komen tot een toekomstbestendige landbouw, waarin ook duidelijkheid en zekerheid en rust gebracht wordt over het hele speelveld. Nou, daar hoort dit vanzelfsprekend ook bij. Aan de andere kant, het uitvoeringsprogramma heeft wel een looptijd van 10 jaar. Dus dat is nog niet erg zwalkend beleid. Hè. De komende 10 jaar hebben we daarmee de piketpalen gezet. En zoals je weet gaat ook het landbouwakkoord gaat wel tot na 2030. Dus het zal ik ongetwijfeld daar nog wel weer een plekje in krijgen. Hoe we daar tegenaan kijken wat verder in de tijd. Als we de horizon daarachter leggen, achter 2030. Dan de moties op het terrein van gewasbescherming van de heer Van Kampen. En dan gaat het specifiek om de motie om een automatische en versnelde toelatingsprocedure voor alternatieve werkzame stoffen en middelen met een laag risico. Hoe wij die motie gaan uitvoeren. Ik heb u al in geïnformeerd over de bespreking in de raadswerkgroep van 11 en 12 oktober jongsleden. Dat ging dus over de voorstelverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. En hier staat mijn inbreng, die kunt u terugvinden. Bijvoorbeeld over de motie toelating en ontwikkeling van alternatieven. Dat is uw motie. En ik realiseer me wel dat nog niet alle moties zijn ingebracht. Maar dat heeft ook erg te maken met de onderwerpen die op dat moment spelen en het moment waarop we de moties kunnen inbrengen. Maar het heeft vanzelfsprekend mijn aandacht. En we zullen ze op het gepaste moment gaan inbrengen. Dat was wat mij betreft algemeen beleid en de alternatieve middelen. Voorzitter, dan ga ik naar mijn laatste kopje, dat is overig. Dan heb ik de vraag van de heer De Groot over de KRW. U vraagt, hoe staat het met de doelstelling om die 90% reductie van normoverschrijdingen te realiseren? In het kader van het uitvoeringsprogramma zijn we bezig met een monitoringsrapport, dat wordt nog dit jaar opgesteld. En daarin wordt ook gerapporteerd over de overschrijdingen. En dan gaat het voor de ecologie, als voor water, als voor de norm voor drinkwater, ook een belangrijke. Waterkwaliteit is een algemeenheid, blijft voor deze minister een buitengewoon belangrijke zaak, waar ik me volop voor blijf inzetten. En het is niet alleen voor deze minister als het gaat om het landbouwbeleid, maar natuurlijk ook de minister van Stikstof als het gaat om het NPOG, omdat daar ook de waterdoelen in ondergebracht zullen gaan worden. U vraagt naar de benchmark. Hoe staat het met de motie De Groot Boswijk over de benchmark gewasbeschermingsmiddelengebruik? Dat is 4 keer woordwaarde. Wij zijn op dit moment bezig met een systematiek van digitaal inwinnen van gegevens over de geïntegreerde wasbescherming. En in dat traject zal ook de benchmark die u voor heeft voorgesteld een plek krijgen. En we streven daarna om dat inwinnen van de gegevens plus die benchmark om dat 1 januari 2024 klaar te hebben. Dan de heer Boswijk over de precisietechnieken. Ja, een van de belangrijke methodes om te komen tot een verlaging van gewasbeschermingsmiddelen is natuurlijk precisielandbouw. En het CTGB die is op dit moment bezig om te onderzoeken hoe precisielandbouw en de precisietechnieken zeg maar, die daar gebruikt worden, beter kunnen worden meegenomen in de beoordelingssystematiek.
Wij krijgen daar rapportage over. Ik verwacht dat in het begin van volgend jaar. En vooruitlopend daarop beoordeelt het CTGB alvast de plekgewijze toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen met de bestaande toepassingstechnieken. Dan het lid van Kampen. Nicotinoïden. Nou, dat nicotinoïden. Dat is. Nou, ik weet niet of dat drie keer woordwaard is. Maar. U wilt graag weten wanneer we komen met een alternatief hiervoor. Nou, ik kan u zeggen, er is inmiddels, en dat is de afgelopen week gebeurd, een akkoord op het onderzoeksvoorstel van de sector. Dus we gaan ermee aan de slag om te komen tot alternatieven. Nou ja, en natuurlijk blijf ik met de sector in gesprek om de voortgang daarvan met elkaar te bespreken en te komen tot daadwerkelijk die alternatieven. Dan de status van de motie Lodders 2016 refereerde u aan in zaken CRISPR-Cas. CRISPR-Cas is wat mij betreft ook een hele interessante techniek om toe te passen. Mits het wel binnen het gewas blijft, het gewaskolom, de gewassoort eigenlijk, erg belangrijk. En we hebben er dus ook in Europa op aangedrongen om hier meer werk van te gaan maken en dat te versnellen, de toepassing daarvan. En om ook te komen met wetgeving om het goed te kunnen toepassen. Als alles goed gaat, komt de commissie in het tweede kwartaal van 2023 met een wetsvoorstel voor de toepassing hiervan. Als het goed is, is uw Kamer op 23 september hierover door staatssecretaris Heijnen geïnformeerd. Maar u begrijpt, het is een interessant alternatieve techniek en ik blijf me daar volop voor inzetten. Een vraag van mevrouw Bromet. Ga u gaan. Ja, voorzitter. Inderdaad interessant, maar ook controversieel. En ik zeg maar eerlijk, wij zijn binnen GroenLinks daar ook nog niet uit wat ons standpunt daaromtrent is. En dat hoeft ook niet echt, omdat het door Europa niet toegestaan wordt. Hoor ik de minister nou zeggen dat hij toch al aan de slag gaat zonder dat dat door Europa toegestaan wordt? De minister. U hebt mij horen zeggen dat er een wetgevingsvoorstel vanuit Europa onderweg is en dat het tweede kwartaal van 2023 het licht zal zien. En dat wetsvoorstel beoogt natuurlijk om de toepassing van deze techniek te gaan toestaan. Dan hebben we nog een vraag van de heer Van Kampen. Ja, voorzitter, het zal de minister niet verbazen dat mijn fractie deze ontwikkeling met de grootst mogelijke belangstelling zal volgen. En ik zou de minister dan ook willen vragen of hij ons als Kamer ook de Landbouwcommissie hiervan op de hoogte zou kunnen houden. Omdat ik ook denk, en het is goed dat staatssecretaris Heijnen van INW daar haar betrokkenheid bij heeft. Maar ik denk dat ook onze eigen minister van Landbouw, ja, toch met de ambities die we hebben op geïntegreerde gewasbescherming, minder chemie, dit een aangelegen punt zou moeten zijn. Dus ik hoop hierop op een toezegging. De minister. Ik denk dat het belangrijk is, omdat het ook een hele kansrijke techniek is. Nogmaals, wel binnen de randvoorwaarden die ik net gesteld heb, maar dat vind ik buitengewoon belangrijk. Want dat biedt meer veiligheid. Want als we dat niet doen, dan hebben we het risico dat we echt wel in een ander scenario terecht kunnen komen. Dat wil ik beslist niet, laat het helder zijn. Maar gezien het feit dat het een interessante techniek is, zal ik u daarover informeren, vanzelfsprekend. De minister vervolgt de beantwoording. Ja, dan hebben we een vraag gekregen van mevrouw Vestering. En het is een complexe vraag die ook vraagt om een complex antwoord. En het punt is, ik wil u heel graag recht doen. Als ik dat nu allemaal ga uiteenzetten, dan wordt er een hele uitgebreide technische verhandeling. Maar nogmaals, ik wil de vraag recht doen, want ik vind de vraag ook terecht. En ik stel voor dat we u een brief sturen met een uitgebreide toelichting op uw vraag. Omdat het ook erg technisch is. Mevrouw Vestering. Ja, voor de duidelijkheid. Ik neem aan dat de vraag waar de minister aan refereert, de vraag gaat over niet toetsbare stoffen. Ja, klopt. Sorry. Ja, ja, klopt. Ja, dat is fijn. Ja. En ik wil de minister, want zo ingewikkeld is het denk ik niet. Het gaat om stoffen die zo verschrikkelijk giftig zijn. Een voorbeeld daarvan is deltametrin. Op het moment dat je deltametrin meet in het water, overschrijd je de norm met 400 keer.
Dus het is ongelooflijk sterk goedje. Op het moment dat je die niet toetsbare stoffen dus meet, ben je al in overtreding voor de kaderrichtlijn water. Dus mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Is het dan niet verstandiger om niet toetsbare stoffen te verbieden om de kaderrichtlijn water te gaan halen? De minister. Ik begrijp uw vraag, maar het antwoord is complexer dan de vraag die u stelt. En ik vraag echt ruimte van u om op korte termijn met een brief te komen waarin ik dit complexe antwoord met u deel. Kunnen we daarna wel weer over doorspreken, vanzelfsprekend. En om u snel te bedienen, stel ik voor dat we kort na het herfstreces met een antwoord komen in uw richting. Genoteerd als toezegging. De minister beantwoordt. Dan de vraag van mevrouw Beckerman, voorzitter. Testen zonder proefdieren. U vraagt of ik mij wil inzetten om voor het testen zonder dieren. Om meer informatie te hebben op de invloed van gewasbeschermingsmiddelen. Nou, ik kan u zeggen, proefdieren zijn nodig voor testen. En wij zullen dat ook natuurlijk proberen zoveel mogelijk te beperken. Maar het kan niet altijd. En we zullen dus gebruik moeten blijven maken van proefdieren. Overigens is het zo natuurlijk dat de hele inzet op proefdieren ook bij VWS is belegd. Even de microfoon uitgaan en een vraag van mevrouw Beckerman. Ja, voorzitter. Mijn vraag was eigenlijk veel breder dan simpelweg wel of geen proefdieren. Mijn vraag was, wij hebben een gesprek gehad met Bas Bloem en met mensen van de Parkinson Vereniging. En die zeggen eigenlijk, wij zien best wel veel kansen om met goed onderzoek te gaan kijken hoe kun je nou uitsluiten of aantonen welke gewasbeschermingsmiddelen, dan wel alleen, dan wel in een cocktail, van invloed zijn op het ontstaan van Parkinson. En ze zeggen ook, dus dat was vraag 1, hè, van is de minister bereid om dat onderzoek te gaan doen? Er is eerder al een motie aangenomen, die gaat eigenlijk over nieuwe cocktails. Maar we willen het nu, vragen we het eigenlijk breder. En zij zeggen ook, maar dat is eigenlijk deel 2, van ja, als we dat onderzoek dan doen, we doen het nu met dierproeven, dan zien we ook mogelijkheden om te kijken hoe we dat zonder, en dat gaat dus nadrukkelijk over de toekomst, zonder dierproef kunnen doen. Maar eigenlijk de belangrijkste vraag was, is de minister met ons van mening dat het een goed idee is om hier veel breder onderzoek naar te doen, omdat we zien dat Parkinson gerelateerd wordt aan omgevingsfactoren, waaronder gewasbeschermingsmiddelen? De minister. Dank voor uw toelichting en excuses dat de vraag niet helemaal op die manier was meegenomen. Ik heb al eerder uitgesproken dat ik belang hecht in vertrouwen in onze instituties. En dus ook het CTGB. En het CTGB betrekt wetenschappelijk onderzoek bij de toetsing om te komen tot het toelaten of het niet meer toelaten van middelen. Ik doe hier geen toezegging om dit onderzoek wat u benoemt en de mogelijkheden van het onderzoek, om dat direct te betrekken bij de toelating. Ik ben wel bereid om de punten die u benoemt met het CTGB te overleggen, om te kijken of zij mogelijkheden zien. Maar nogmaals, dan blijf ik wel achter de lijn staan dat het aan het CTGB is om uiteindelijk te beoordelen of de wetenschappelijke onderzoeken of die voldoende goed zijn om ook als weging mee te nemen in de toetsing. Even de microfoon uitgaan. Een vervolgvraag van mevrouw Beckerman. Voorzitter, ik zit nu bijna bij een persoonlijk feit aan of een vervolgvraag. Ik heb echt geprobeerd vandaag in 2 debatten om niet mee te gaan in polarisatie en om een woordvoering te bedenken waarbij we echt ook het belang van boeren voorop stellen. En ik denk dat de minister dat helemaal niet bewust doet. Maar ik vind het heel vreemd als steeds waarbij dit soort vragen worden gesteld na eerst overleg met wetenschappers, alsof we zouden twijfelen aan de integriteit of aan de kennis en kunde die er op dit moment is, voorzitter. Dat is echt op geen enkele manier wat wij doen.
Wij zien alleen dat er nog een wereld te winnen is. En dat er ook Europees gezien een wereld te winnen is. En dat we ook zien dat er in verschillende landen nu hele goede onderzoeken zijn. Collega Grimwis noemde ook bijvoorbeeld Frankrijk, die Parkinson echt als boerenziekte benoemen. Maar ook aan het kijken zijn, hoe kunnen we nou veel meer doen? En mijn vraag was dus niet, ga twijfelen aan de wetenschap of ga twijfelen aan instituten zoals ze nu zijn. Mijn vraag was simpelweg, kunnen we niet nog meer doen? Omdat we het belang van boeren ook voorop moeten stellen, het belang van natuur zeker. Maar ik wil echt wel verre van me hebben dat wij daarmee andere kennis in twijfel trekken. Het gaat puur en alleen om meer onderzoek, omdat we weten dat andere landen daar ook mee bezig zijn, dat we dat samen kunnen doen. Elger, denk ik, de reactie van de minister. Als ik mij op een zodanige manier heb uitgedrukt dat ik daarmee de indruk heb gewekt dat u twijfelt aan de wetenschappelijke onderzoeken die er worden gedaan, dan is dat niet terecht. Want dat is niet zo, ik twijfel daar niet aan. Ook onze inzet is, dat heb je gehoord als het gaat om de verlenging van glyfosaat. Onze inzet is om ook te kijken, om breder te kijken dan alleen de wetenschappelijke onderzoeken die er op dit moment liggen. Hè. Ook om te kijken om alles mee te nemen. Uw punt is helder en ik heb gezegd dat ik richting CTGB uw punt ga meenemen. En hen ook ga vragen om breder te kijken. Maar, en dat moet ik daarbij wel stellen dat ik wel blijf bij mijn standpunt dat het CTGB, wij hebben dat niet voor niks. Zij maken uiteindelijk de afweging over wat zij meewegen en de keuzes die ze maken voor toetsing. Maar ik ga dit punt wel met nadruk onder de aandacht van het CTGB brengen. De tijd is verstreken. Is het mogelijk om vlot te antwoorden of is het verstandig om dat schriftelijk af te doen verder? En ruimte voor een tweede termijn is er niet meer in elk geval. En sommigen moeten echt vertrekken. Zegt u het maar. Als in 5 minuten kan, mag het dan? Even kijken. Ja, ik heb toch niet zo heel veel meer, wat mij betreft. Misschien kan ik heel snel erdoor kan. Heel snel? Een paar minuten. Oké. Okay. Het speelveld over de neonicotinoïden is al inmiddels besproken. Dan de vraag over de aanbevelingen van het RIVM. Is de minister bereid om extra geld vooruit te trekken? Mevrouw Beckerman. Eerder is u gemeld dat het ministerie van Emers is om expertise van het RIVM en CTGB beschikbaar te stellen aan de EFSA en de Europese Commissie om toetsingskaders te verbeteren bij van lage risicomiddelen. In de OECD-verband heb ik gepleit voor meer aandacht voor de ontwikkeling van toetsingsmethoden op neurologische aandoeningen waar het RIVM een bijdrage aan kan leveren. En ik zal hier het RIVM bij helpen als het nodig is. Dan de heer Boswijk over bestemmingsplannen. Ik hecht eraan om te zeggen dat de toelating gaat volgens de lijnen zoals we die hebben in het land. Het kan in bijzondere omstandigheden voorkomen. Dan moeten er ook wat dwingende reden voor zijn en ook wetenschappelijk onder verbouwing voor zijn dat een gemeente eventueel in zijn bestemmingsplan hier op stuurt. Maar dan moet dat wel heel goed onderbouwd zijn. En het is niet zo. Dan moet er ook echt wel onaanvaardbare risico's zijn voor mens, dier en milieu. Dan heb ik nog een vraag van de heer Bisschop over de financiering. Ik heb ook geconstateerd dat die financiering in principe wel wat steviger kan. Als we zoveel ambitie hebben op het gebied van gewasbescherming. Ik zal hier binnen het kabinet ook een zorgvuldig gesprek over voeren, zoals we dat gebruikelijk zijn. En ik zou bij de voorjaarsnota hier ook op terugkomen. Dan de vraag van de heer Thijssen. Kan er een toepassingsverbod komen? De CTGB voert een vergelijkende risicobeoordeling uit voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van stoffen die zijn aangemerkt voor vervanging. Als er een alternatief is, laat het CGBT niet toe. Dan laat het CTGB niet toe. Ja, oké, heel goed. Ja. Helemaal goed. En ik zal in het kader van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 verkennen of een heffing mogelijk is binnen het palet aan economische prikkels.
Er zijn natuurlijk nog andere economische prikkels. U zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan subsidies. Dan, dat is de tegenhanger, hè? Dan kunt u, komt in het NPOG ook het gebruik van landbouwgif en het terugdringen van landbouwgif aan de orde. Ja, als je kijkt naar de normen, de doelstellingen van het NPOG, onder andere op het gebied van water, dat heeft dus ook gevolgen voor gewasbescherming in het NPOG. Dus in die zin komt het aan de orde. Dan de biostimulanten van de heer Bisschop, de vraag. In de Europese meststoffenverordening biedt sinds juli wel de mogelijkheid om producenten van biostimulanten de mogelijkheid om producten die voldoen aan de eisen als Europees bemestingsproducten op de markt te brengen. Nationaal kennen we in de meststoffenwet geen categorie biostimulanten. Producten moeten voldoen aan de generieke eisen uit de warenwet en geen gevaar voor mens, dier en milieu vormen. De Europese Commissie heeft aangegeven te willen werken aan uitbreiding van de lijst van micro-organismen die gebruikt kunnen worden bij de productie van biostimulanten. En ik ga met de sector in overleg om te kijken hoe we dit proces zo goed mogelijk kunnen inrichten. Termijn? Ik weet niet. Wanneer ik met de sector in gesprek ga, zo snel mogelijk. Maar ik heb meer toezegging gedaan vandaag om met sectoren in gesprek te gaan. En dat was ook allemaal zo snel mogelijk. En ondertussen komt er ook nog een landbouwakkoord aan. Dus u begrijpt dat mijn agenda aan het voorlopen is door de toezeggingen die ik doe in de Kamer. Dan heb ik volgens mij de meeste vragen gehad, voorzitter. Dank voor de beantwoording namens allen. Wat ik ga doen is even de toezeggingen oplezen, zodat van de kant van de Kamer en van de kant van de minister daar even kritisch dat beluisterd kan worden. Een toezegging aan de heer Boswijk. De Kamer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in het tijdpad en de uitwerking van de verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Ja, de tweede. Toezegging aan de heer Van Kampen. De Kamer wordt door de minister van LNV op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom CRISPR-Cas in aanloop naar het voorstel van de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023. En de toezegging aan mevrouw Vestering. De Kamer wordt kort na het herfstreces geïnformeerd over niet toetsbare stoffen en de onmogelijkheden voor een verbod. Er is een 2 minuten debat aangevraagd met als eerste spreker de heer Tjit de Groot. En ik wil daarmee u allen danken voor de medewerking aan dit overleg, ook om het redelijk op tijd af te sluiten. De minister voor de vlotte beantwoording. Onze gasten, dank voor de belangstelling en ook degenen die digitaal dit hebben bijgewoond. En dan rest mij nog u allen een smakelijke maaltijd te wensen en een arbeidsvreugdevolle avond. Ik sluit deze vergadering.